7 oktober is de première. Voor het eerst in een musical. Zenuwachtig? Ja, ik vind het wel spannend. Maar ja, er wordt wel heel veel gerepeteerd. Wat dat betreft is het allemaal wel goed geregeld. Dus tegen de tijd dat ik op moet, dan hebben we net zo lang gerepeteerd tot het weer spontaan kan. Zoals Bommelerien op zich. Bommelerien is een het is geen kitten. Het is geen hele jonge kat. Het is ook geen oude kat. Het zit lekker zo tussenin. En volgens mij vindt Bommelerien het ontzettend fijn om geaaid te worden. Ze vindt haar eigen velletje eigenlijk ook wel lekker. En het is echt zo'n kat die dan zo 's avonds, 's nachts, overdag, op de markt, waar dan ook, gewoon even tegen je aankomt. Omdat ze het gewoon prettig vindt. Grisabella, wat is dat voor karakter? Het is sowieso de hoofdrol. Ze is een echte diva natuurlijk. Althans, vroeger was zij een echte diva. Ze was ontzettend mooi en talentvol. En daar hoorde er natuurlijk helemaal bij. En zij, het is klaar, het is over, het is uit. Het is niet meer. Zij, ze is oud en kan niet meer meekomen. En wil nog wel heel graag. En kan er eigenlijk niet aan toegeven dat ze het niet meer kan. Dus ze wil ook nog zo graag meedansen. Ze probeert het wel, maar dan, het ziet er gewoon allemaal net niet meer uit. Het been kan net niet meer zo hoog. En ja, het is toch eigenlijk wel heel triest natuurlijk. Al die mensen die hier in de musical zijn, die zijn ontzettend begaafd. Maar zijn ook al vanaf hun 6e natuurlijk al met zang en dans bezig. En ik moet het een beetje hebben van mijn aanleg en qua zingen. En hoe is het met die aanleg qua dans? Nou ja, ik heb natuurlijk best ritmegevoel. Maar alles druist een beetje tegen je gevoel in. Het is ook een bepaalde manier van doen. Hè? Beetje kattendansjes zijn het allemaal. Je voorbereid? Heb je veel katten bestudeerd? Of... Nou ja, je wordt bijna panisch als je een kat ziet. Want je gaat er heel intens naar kijken. En die kat zit er je ook een beetje zo aan te kijken. Maar ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik op straat opeens stil stond. Omdat dan de kat dan even zo deed. Of dan stond ik er echt zo. En dan... Ja, ik sta toch midden in een winkelstraat of zo. Ben je dol op katten? Ik ben allergisch voor katten. Wat zeg je daarvan? Geloof je niet, hè? Het is echt zo. Ik ben sowieso allergisch voor katten, want ik heb het een keer laten testen. Maar toen wij die fotoshoot gingen doen voor Cats, toen was het echt... Ja, ik ben dus echt allergisch, want ik had helemaal... Want we hebben zo'n fotoshoot gedaan met echte katten. Nou, het was helemaal uitslag, alles rood, dikke bulten. Nou ja, je wil niet weten, het was afschuwelijk.